Ik ben Henke de Jong, ik ben hier bestuurder bij het waterschap. In deze serie laat ik jou zien wat ik het mooi vind aan mijn waterschap. Kijk je mee? Een post geleden vroeg ik op mijn Insta of ik een video moest maken in de molen in Haastrecht. En ruim een meerderheid stemde op ja. Dus hier zijn we dan. Eens even kijken of de molen nou toevallig thuis is. Hallo, goedemorgen. Stelt u zelf eens even voor. Ik ben Niels Noorlander, molenaar in dienst van het Hooghemelschap Schieland in de Krimpenwaard. En ik bemaal de molen van de polder beneden Haastrecht. Wat doet u precies voor werk? Ik ben in dienst van het Hooghemelschap als molenaar. En dat betekent dat ik hier een polder heb, polder beneden Haastrecht van 315 hectare, die ik met de molen zowel op de wind als elektrisch kan bemalen. Daarnaast heb ik nog terreinonderhoud en dat doen we er dan ook nog bij. Dus dat is een beetje mijn functie en dat doe ik 12 uur in de week. En woont u hier ook? Ja, wij wonen in de molen. Molen is dienstwoning van het Hooghemelschap. Dat betekent ook dat als molenaar moet ik in de molen wonen. Vertel eens wat meer over de molen. De molen is in 1861-1862 gebouwd. Ter vervanging van een molen die verderop in de polder stond. Dat had er vooral mee te maken dat de Hollandse IJssel hierachter werd gekanaliseerd. Dus toen hebben ze deze molen hier neergezet. Uniek aan deze molen is dat het een stellingmolen is. De enige originele overgebleven stellingmolen op de wereld. En waarom is het een stellingmolen geworden? Omdat er aan de overkant een dijk ligt. Nou, met windvang heb je daar last van. En toen hebben ze hem gewoon 4 meter hoger gemaakt met een stelling. Nou, de oude molen was uitgevoerd met een scheprad. En deze is uitgevoerd met een vijzel. De oude installatie was van 1970. En voor een goed pijlbeheer is het belangrijk dat je zowel op de wind als elektrisch kan malen. En dat betekent ook dat dat wel van deze tijd moest zijn. Nou, dat kan nu ook volautomatisch. En daardoor hebben we gewoon een goed pijlbeheer in de polder. Zo, de molenaar is even weg, want hij gaat de vijzel aanzetten. Kom even kijken. Wat een geweld, joh. Zo, dit was hem dan. Vond je dit een leuk filmpje? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Ook kan je mij en andere jeugdbestuurders volgen op Instagram. Ook kan je dit waterschap volgen op Instagram. Tot ziens!